Uh, Bert, uh, vorige week donderdagavond was ik uh, hier bij de voorbereiding uh, uh, voor de wedstrijd uh, Scheveningen. En uh, toen lag het accent wel ongelooflijk duidelijk op, uh, op uh, tactiek. Dat vond ik echt nog, ja, nog vele malen duidelijker eigenlijk dan, dan elke donderdagavond. Want dat doe je natuurlijk elke donderdagavond. Ja, het was ook nodig. Je moet de ploeg helpen als het. Uh... Ja, even wat minder loopt, dan moet je ze gaan helpen in de zin van ja, wat verwachten we nu van elkaar, um, waar in het veld. Die automatismen zaten er wel in, maar die waren gewoon eventjes weg. Um, nou, die slijp je er dan op dat moment weer in en dan is het gewoon heel duidelijk, dat is hoe we het gaan doen. En hoe je dan zelf over voetbal denkt of uh, dat je ook andere manieren van voetballen hebt, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar het ging er nu om dat we één gedachte hadden, want dan snapt iedereen het ook in het veld en kun je het ook beter uitvoeren. Ja, en uh, nou zou jij dat ook ongetwijfeld gehad hebben. Ik, ik, ik uh, splits uh, de wedstrijd even in vier uh, gedeeltes. Uh, minuut 10 had ik mijn gedachten erover. Minuut 25 had ik mijn gedachten erover. Minuut 44 had ik mijn gedachten erover. En de hele tweede helft uh, was ik uh, gerustgesteld. Uh, hoe zat dat bij jou? Hoe voel jij, hoe voel jij dat nou? Uh, zeg maar in de tiende minuut. Wat, uh, wat waren toen zo'n beetje jouw gedachten uh, tijdens die wedstrijd Scheveningen-DVS? Nou, toen dacht ik van gaan we dit wel volhouden. Omdat uh, zij voornamelijk over de rechterkant heel vaak door uh, konden komen. En volgens mij ook twee uh, mogelijkheden daar, we misschien wel kansen hadden. Dus toen dacht ik van ja, hoe gaan we dat uh, volhouden? Maar um, dat hebben we toch vrij snel om kunnen zetten, omdat we ook wat door hadden waar het probleem een beetje zat. Dus dat hebben we opgelost uh, vanaf de kant. Goed opgevolgd uh, binnen de groep. En uh, ja, van daaruit uh, kreeg de groep ook meer vertrouwen en meer grip op Scheveningen. Ik had precies die gedachte, zo uh, om de, bij de tien minuten. Ik, ik dacht, wa wa waarom knijpt uh, robot uh, constant uh, naar binnen? Weet je, Want er was zoveel ruimte. Ik dacht, dat kan toch niet een tactisch plan zijn? Nee, mijn probleem zat niet zozeer bij, uh, bij Robot, hoor. Dat lag elders in het veld. Maar uh, ja, dat is voetbal en uh, je moet het even zien, dan moet je het ervaren en, en het ligt zeer zeker niet bij Robbert omdat hij zo'n brok ervaring heeft, die, doet, die maakt geen rare keuzes, die maakt altijd uh, slimme en goede keuzes, zeker hoe die positioneel moet staan. Maar goed, dat hebben we ook vanaf de kant opgelost en uh, ja, daarna kregen wij, ik denk dat je op de 25e minuut doelt, ik denk de kans van Verwarven uh, schat ik in, maar um, ja, die moet er even in. Want dan weet je van hé, hey, 1-0 voorsprong, uh, nou moet Scheveningen nog meer druk gaan geven en dat gebeurt dan net niet en dan zit je wel even van hoe gaat dit nou weer aflopen. Ja. Ja, inderdaad. Toen zei ik ook, schreeuwde ik ook uh, voor de radio van, oh DVS, daar gaan we weer, daar gaan we weer, 100% kans. Je kunt weglopen en weer gebeurt het niet. Ja, is heel bijzonder. En, en dat vinden de jongens zelf ook verschrikkelijk natuurlijk. En in de tweede helft is het helemaal erger geworden. Maar uh, ja, dat, dat is toch wel iets wat ons uh, pijn kan gaan doen in wedstrijden. Als je dit soort riante mogelijkheden niet, uh, niet maakt, ja, dan weet je dat je het als ploeg niet heel lang voor kan houden om uh, alleen maar de nul te houden. Je hebt voorin even een paar momenten nodig dat je verschil kan maken in doelpunten, dat je meer rust in de ploeg krijgt. Ja, en dan scoor je uiteindelijk door iemand die uh, waar we heel actief mee bezig zijn om hem in die 16 uh, scorend vermogen op te voeren. En dan is het Koen die. Die, uh, ik zei net ook al, heeft enorm kunnen genieten van zijn doelpunt. Want die ging tergend langzaam uh, de goal in. En uh, dat was wel een mooi moment. Ja, dat was inderdaad een mooi moment. En, en ook uh, verdiend. Want in, in die fase, uh, zeg maar tussen de twintigste minuut en, uh, en, en de rust. Ja, had Scheveningen eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. En daarna eigenlijk helemaal niet. Nee, voor de rust zijn we goed gaan voetballen. Uh, wat ook hielp, op uh, kon goed uh, met zijn uitrappen, goed uh, richting de middenlijn, dus daar konden we het tweede, debel, uh, het tweede bal winnen. En van daaruit gingen we goed voetballen, we wisten de vrije man te vinden en we kwamen over de zijkanten goed door. En, en dat zorgde ervoor dat Scheveningen wat naar achteren uh, ging leunen en helemaal niet tot aanvallen meer uh, aankwam. en ja, Ze waren erg druk met, uh, ja, met de scheidsrechter, met zichzelf en met het publiek en uh, dat beviel ons prima natuurlijk. Ja, ik ga straks uh, Dennis Hollard uh, als aanvoerder ook nog even ondervragen, even interviewen. Uh, wat speelde die Gozer een kapitale pot, zeg? Ja, dat is gevaarlijk om namen te noemen, natuurlijk. Als een groep het heel goed gedaan heeft. Dennis, uh, ja, die weet wat er ook in dit soort wedstrijden gevraagd wordt. In het begin had hij het ook wel even lastig. Want zijn uh, tegenstander die kwam natuurlijk wel in een riante scoringspositie. Maar goed, die, die treurt daar niet erg lang over. Die weet dat er, uh, dat er nog uh, heel veel minuten te spelen zijn. En ja, dan, dan staat zo'n achterste linie natuurlijk wel heel dapper te verdedigen. Uh, als echte. Uh, ja, veldheren staan ze daar. Maar goed, de rest heeft ook ongelooflijk veel energie erin gestopt om, om, om hen te helpen. En, en, en dat maakte het tot een mooie team-effort die we een poosje niet meer gezien hadden. Het was toch wel heel lekker geweest als we naar 2-3-0 waren gegaan. Nou, had gemoed. had gemoed. Ik vind dat het, de, de groep zich dat uh, ook aan moet rekenen. Ik vond uh, op het moment dat we die grote kansen kregen, moet je veel rustiger blijven, overzicht bewaren, ploeggenoten zien. Uh, die kansen hebben we echt gehad. En daarnaast vond ik ook in de omschakeling, waren we nogal slordig in de Pasing. De, ook, ook weer te gehaast, uh, te snel op zoek naar die 0-2 willen. En um, ja, dat vond ik niet goed, want ja, uiteindelijk, hè, Robert komt nog een bal van de lijn, uh, kon een moment, momentje nog tegen. Ja, dan kan dat zomaar 1-1 worden. Dan ga je toch met een rotgevoel daar weg. Ja, maar het werd uh, geen 1-1. Waarom? Om, omdat we echt als, als team uh, deze wedstrijd, uh, die, die drie punten, echt mee wilden nemen naar Ermelo. Dat straalden ze ook uit. Ja, en we zijn toch met een positief verhaal bezig. Maar ik vond dat echt heel positief. Ja, dat vind ik ook. Als je ziet, de groepen heeft toch wat tikken gekregen. En, en, maar dan zie je ook wel weer dat een groep weer groter en sterker kan worden door tegenslagen. En als je dat maar realiseert, ja, dan, dan, dan kan je dit opbrengen. En, uh, maar betekent ook, het was alweer de tweede week bijna dat je in zo'n samenstelling speelde, ondanks dat Kai en Paul er dan niet bij waren. Ja, maar we hebben toch weer een week langer kunnen werken met elkaar. En, en dat, daar komt zeker meer vertrouwen uit. En ook richting zaterdag vind ik dat een prettige gedachte. Ja, en over zaterdag gesproken ga je hier, ergens op een weiland hier ergens trainen. Beetje, een beetje zo'n hobbelig weiland om er een beetje aan te wennen. Ja, de kans is wel groot dat we daar nog een uitstapje in gaan maken natuurlijk. Ja, heel andere omstandigheden dan dat we gewend zijn. En uh, ik heb geen idee hoe het veld er daar nu bij ligt, maar gezien alle weersomstandigheden zal het niet heel tof zijn. Uh, maar dat weet je sowieso, uh, op gras spelen vraagt andere inzichten, andere manier van spelen. Uh, aan de andere kant, uh, we kunnen voetballen, op welk veld dan ook, en dat moet je ook laten zien. En uh, niet vooral niet meegaan in het spel van de tegenstander. Ik denk dat ik uh, straks uh, om acht uur uh, even op Podium TV uh, ga kijken, uh, Harkema's Boys ACV. Moet ik je nog even bellen of zo? Je mag me altijd bellen, Piet. Maar uh, er zijn wat mensen die daar natuurlijk ook met een aandachtig oog naar kijken. Uh, nee, ja, die spelen ook vanavond en die hebben een bijzonder ritme. Die hebben Europese weken, zoals het mooi heet, beharken Maar, maar ja, die kunnen een mooie serie neerzetten. Worden ze vierde in de stand. Dus uh, daar zullen ze naar nou op jacht gaan. En het wordt een heel interessant duel zaterdag. Wat mij ook opviel afgelopen zaterdag, om daar nog even over te hebben, dat is dat die vier, uh, zeg maar, uh, normaal geen basisspelers, maar dat die langzaam maar zeker het wedstrijdritme begonnen te krijgen. En, en dat is dan weer dat bekende verhaal, wat ik verleden week ook opdoelde. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Als je een vaste basis hebt, is hartstikke mooi. Maar ja, als, die, als, de, als er daar drie echt uh, behoorlijk geblesseerd van zijn, en dan ook nog een vierde erbij. Maar uh, die vier die hebben dat uh, heel goed gedaan zaterdag, hoor. Ja, dat vind ik ook. Um, dat geeft ook aan dat de groep echt wel breed is. Maar die week daarvoor moesten ze inderdaad even wennen aan hun rol. En, en nu zag je al dat ze in de warming-up anders in het veld stonden. Uh, in, in de wedstrijd zelf, veel ze verzekerd. Ze wisten veel meer wat er van hun gevraagd werd, mocht worden. En ja, en dan, dat stralen ze uit, maar dat maken ze ook nog waar. En ik denk dat uh, dat, dat een grote winst is geweest. Ook nog voor de komende maanden. Hè, want we praten nog echt nog over maanden. Uh, dat we kunnen terugkijken op een groep die in staat is om nog heel veel wedstrijden te winnen. Oké, okay, en daar wensen we je heel veel succes mee, Bert. Ja, dankjewel, Piet.